jongens, ik praat heel erg positief op. Ja, in de zomervakantie gaan er videos aankomen, jongen. Misschien wel 3 of misschien wel 2 per week. En echt van een hoger niveau, dit en dat. Dat klopt, alleen er is maar een klein probleempje. Dat komt omdat ik de afgelopen tijd mijn examens heb gehad. En ja, ik ben toen begonnen aan weer een nieuw beunproject. Ja, weer een nieuw project. En dat project, jongens, dat is nog niks vergeleken met een fiets. Van 12 meter naar 24 meter bouwen. Want dat kost ongeveer 2 dikke volle dagen. Dit project, jongens, waar ik al mee bezig ben, daar zitten misschien al 10 dagen in de dagen van 8:30 tot 10 uur 's avonds of zo. En het is nog niet klaar. Dus ja, dat is mijn probleem dat ik in video's aankoop. Video's maken, weet je wel, waar je niks in hebt, die iedereen ook doet. Maar ik wil dus mijn video's gaan maken waar niemand doet, waar exclusief is, waar alleen ik doe. En ja. Wat iedereen wel ooit een keer wilt zien of wilt gedaan wilt hebben. Misschien heb je het al gezien, ik gooi hier een heel raar object. Dit is dus één object van een ding wat ik aan het maken ben. En dit is ook een aanknop of iets waar je op kan duwen. Kijk hoe groot het al is en ik zeg het ook alvast. Dit ding past ongeveer 1000 keer in het ding waar dit op komt. En dit ding is afgestampt van een ding ongeveer 1000 keer zo klein is. De reden is dat er even geen video's komen met een nieuw dik vet beunproject. Ah ja, in grote projecten zit veel tijd. Als een beunproject klaar is, weet je wel jongens, dat wordt sowieso een wereldrecord. En ik ga ook proberen om in het Guinness Book World of Records te komen met dit record. Want dit ding, jongen, is echt niet normaal.